Mijn naam is Ronald Korthals, ik ben kandidaat voor de Provinciale Staten van Limburg en jarenlang werkzaam in de gezondheidszorg. De VVD vindt dat de gezondheidszorg kan verbeteren, maar dat er ook besparingen gerealiseerd kunnen worden door meer democratie en vrijheid in de zorg te brengen. Laten we het eerst over de verbeteringen hebben. Verkorten van de wachttijd MRI tot 1 week. Medezeggenschap van consumenten in raden van bestuur. Medezeggenschap van artsen op het beleid van instellingen. Democratisering van beleidskoepels. 1 loketfunctie voor patiënten in het ziekenhuis. Dus niet 3 verschillende specialisten. Vrije tariefonderhandelingen. Iedereen thuis een oorthermometer als cadeautje van de zorgverzekeraar. Oogcontroles tot en met 12 jaar, levensjaar en boven 65. Al die vallende bejaarden, hoeveel zien daarvan slecht? Scanarts ook op vrije dagen oproepbaar. Transparantie van de aantallen zorgverzekerden en de gemiddelde kosten per zorgverzekeraar per patiënt. En provinciaal toezicht op de gezondheidszorg in de rol van marktmeester, dat zijn verbeteringen die ons kwalitatief verder brengen. En hoe gaan we dat betalen? Uit besparingen. Waar kunnen wij besparen? Pijnstillers voor 2 weken niet vergoeden. En veel meer in de vrije verkoop doen, 2 miljoen. Vrij prijsaanbod. Met maximumprijs medicamenten levert 110 miljoen op. Afschaffen griepspuiten levert 5 miljoen op. Een betere triage op de huisartsenposten geeft 10 miljoen besparing. Fusie van huisartsenposten met eerste hulp levert 100 miljoen op per jaar. Alle stabiele patiënten terugverwijzen naar de huisarts en vervolgens de specialist laten consulteren, 500 miljoen. Bij slechte prognose krijgt de patiënt alle opties met kansen op overleving en bijwerking op papier, zodat hij ook nee kan zeggen, wel overwogen, tegen vervolgbehandeling, 200 miljoen. Invasieve pijnbestrijding alleen vergoeden bij verminderd aantoonbaar functioneren, 25 miljoen. En afschaffen van een monopolie op ziekenvervoer, particulier ziekenvervoer, ook in het weekend levert 50 miljoen op. Tot zover totaal 1.002 miljoen euro. 2 miljoen meer dan Schippers voorstelde. Samengevat, gezonde competitie. Dynamiek in de zorg door innovatie. Meer keuze. Volumebeperking. Door kwalitatieve samenwerking, verzekerde basistarieven en keuzevrijheid, behoud van artsenkeuze, behoud van het basispakket zoveel mogelijk, verzekerde basistarieven en macrobudget op rijksniveau, vrije onderhandelingen regionaal en gemeentelijke garantie voor de bodemzorg. Wie kan tegen dit alles bezwaar hebben? Ik dank u voor uw aandacht en uw stem.